Oké, okay, kom op dan. Dit is RVW Radio met de RVW Radio Show, gepresenteerd door René van Wijk. Ja, hartelijk welkom bij de RVW Radio Show van vrijdag 1 april 2022. En dat is zeker geen grapje, hè? Het is zeker geen 1 april grapje, het is een echte uitzending. Het is net 5 uur geweest dat ik het opneem. En we zijn weer toe aan de volgende 2 voetbalwedstrijden. Want we naderen de ontknoping van het seizoen. Betreffende voetbalwedstrijden Nederland-Spanje en Nederland tegen Zweden uit de Ginborg Sausage Game. Landencompetitie medium level seizoen 2021-2022. Allemaal live vanaf de iPad gespeeld. En het verslag erbij dus is van niemand minder dan René van Wijk, maar dat ga je nu horen dus. Veel luisterplezier toegewenst. Ginborg Sausage Game, landencompetitie, wereldkampioenschap dus, medium level, seizoen 2021-2022. Wedstrijd 132 is het, Nederland tegen Spanje. Nederland staat gedeeld tweede met 50 punten samen met Italië. En Spanje staat op de 11e plaats met 41 punten. Verslag is in handen van René van Wijk. Nederland tegen Spanje. Aftrap van Nederland in de eerste helft. Spanje dus 11e. Aanval van Nederland. Tenminste, de eerste balcontacten. Onderschepten nu de Spanjaarden met de eerste kans. Wellicht weer verdedigd. Wordt de bal weggehaald. De paal. Oeh, dan wordt hij net uitverdedigd. Heel manmoedig uitverdedigd. Goeie bal. Er wordt gelijk erin geklapt door de Spanjaarden. Proberen nog iets te maken van deze competitie. En de bal. Oh, slechte bal. Oh, uiteindelijk gered door de keeper van Nederland. Nu weer slecht uitverdedigd naar Nederland. Slecht uitverdedigd weer. De goal. Ja. In de kleine hoek wordt de keeper verschalkt. Het staat 0-1. Weer de Spanjaarden. Slechte bal. Weer uitverdedigd. Nu weer een kans voor Nederland wellicht. Nee. Wel geschoten. Niet raak. Spanjaarden zijn sterker. Beginnen sterk. Beginnen heel sterk. En in tweede instantie ook niet. 7 minuten gevoetbald. Slechte bal. Nu weer Spanje. Weer een goede kans voor Spanje. Oh, dat was nog maar net naast. Nederland heeft het heel moeilijk. Moet snel spelen, dat lukt even niet. Nu weer de Spanjaarden, nu weer de Spanjaarden. Weer een kans. Bal op de paal. Komt Nederland heel goed weg. Goeie bal, goed schot nu in tweede instantie. Au, slecht ingeschoten. Dit had de 1-1 moeten wezen. Het wordt nu wel de 1-1 omdat het slecht uitverdedigd wordt. 10e minuut. En Nederland komt vanuit het niets terug in de wedstrijd. Slechte bal. Nu weer de Spanjaarden. Nu weer de Spanjaarden. En de keeper. Oh, die bal komt net goed aan. Beetje geluk nu. Nu weer een kans voor Nederland. En dat was bijna 2-1. Spanjaarden weer. Nu weer een kans. Oh. Loopt goed af. Weer Nederland. Slechte bal. Nu weer de Spanjaarden. Zitten nog niet in de wedstrijd hoor, Nederland. Nederland moet echt uitkijken dat het weer niet achterkomt. Ja. Het collectief moet spreken. En nu weer Nederland. Nu weer Nederland met een kans. En de bal op de paal. Kans voor Nederland. Spanje weer. Oh, slechte bal. Van de keeper. Loopt goed af. Weer is daar Nederland. En nu de kans ligt. Oh, een schot. En slecht uitverdedigd. Slecht uitverdedigd. Nou, dit was bijna 2-1 voor Nederland.
Spanjaarden weer. Slechte bal, slechte. Oh. En geen corner. Nee. 19 minuten gevoetbald. En nog altijd 1-1. Goeie bal. Oh, net toezien. Spanjaarden zijn vrij snel nu. Nu een hele goede bal. En bijna 2-1. Weer Nederland. Probeert het weer eventjes, maar het lukt nog niet. Spanjaarden weer. Aanval van de Spanjaarden. En weer verdedigd door Nederland. Weer slecht uitverdedigd. Oeh, de bal net naast. En het staat nog steeds 1-1. Slecht uitgedacht van de keeper. En nou opgepast. En nu heeft de keeper de bal weer. Even goed uitkijken. Weer naar voren. Goeie bal nu. Nee, tweede instantie ook niet. Derde instantie ook niet. Nederland wordt wel wat beter in de wedstrijd, maar het is nog niet top. En weer een kans voor de Spanjaarden. Die zijn nog gevaarlijk hoor. Die zijn nog gevaarlijker dan Nederland. Dit was een afstandsschot van Nederland. Ongelooflijk. Doeltrap van de Spanjaarden. Spanjaarden hebben verreweg nog steeds de meeste kansen. Slecht uitverdedigd. En in tweede instantie net naast. Dit was een kans voor Nederland. Ongelooflijk. Weer slecht uitverdedigd. En dan wordt het niet afgemaakt. Aanval van de Spanjaarden. Weer Nederland ertussen. Heel goed. En slecht ingeschoten. Jammer. Weer een goede kans. Weer slecht uitverdedigd. Maar dan staan ze dan toch weer. En weer een kans. Voor Nederland. Nederland komt ietsje terug, lijkt het wel. Weer Nederland. Aanval van Nederland nu. Over de hele. Goed geschoten. Nee. Geen kans. Geblokt. En nu weer de Spanjaarden. Oh. En weer een kans. En gered. Nederlandse keeper. Weer Nederland. Oh, slechte bal ingeleverd nu. En nu weer de Spanjaarden. En nu, die leveren ook de bal in. En nu weer Nederland. Goede kans nu. En de kans nu om te schieten. Ja hoor, 2-1. Hoe is het mogelijk? De 24ste kans. Tegenover de 27ste. 27 voor Spanje. En het is 2-1. 24ste schot. Nu weer de Spanjaarden. Verrassend. En nu weer een kans. Oh, via de keeper is hij erin. Het is 2-2. Hoe is het mogelijk? Ja. Keeper laat de bal los. 2-2. Nederland kan weer opnieuw beginnen. Weer over de hele. Oh, slecht. En nu weer Nederland. Neemt de bal over. Heel goed gedaan. Een goed schot nu van Nederland. Nederland wordt wat brutaler. Ja, één foutje achterin en weer bam, raak. Zo jammer. En nu weer een kans op 3-2. Gebeurt niet. Weer Nederland. Slecht verwerkt en nu weer een kans voor de Spanjaarden. En weer komt Nederland dan met moeite weg. Met moeite. Oh. Dat loopt goed af. En nu weer Nederland. Weer een kans. Voor Nederland. Slechte bal nu. En nu weer een kans. En tweede instantie ook niet. Het blijft 2-2. Weer Nederland. Goeie bal nu. Ze krijgen wel meer kansen. En slecht uitverdedigd. Oh jongens. Daar moet veel beter op gereageerd worden. En nu weer een kans. Voor Nederland. De Spanjaarden hebben het achterin even wat minder goed op orde. Nu weer Nederland. Aanval van Nederland. Oh, in het niets. Slechte bal. Nu weer slecht uitverdedigd. Ja. Wordt er weer niks mee gedaan. 3 minuten nog. 3 minuten officieel nog. En de keeper. Rustig aan. Nu weer Nederland.
Ja, als je met een voorsprong de rust in gaat, dan is het iets beter dan een gelijkspel of zo van achterstand. Oh, de verbinding is verbroken. En hoe krijgen we die terug? Er gaat iets niet helemaal goed. Ja, daar zijn we weer. En nu weer Nederland. Een goede kans nu voor Nederland. En in tweede instantie ook niet. Half minuut officieel nog. Wat is de blessuretijd? Nu weer Nederland. Nederland probeert het nog wel. Houdt de druk erop. En nu weer de Spanjaarden. Onder de druk uitvoetballend. Oh, de goal, jongens. Op de paal. En dan is het rust. Was geen blessuretijd. Goals. Nederland 2. Spanje 2. Balbezit 51% voor Nederland. 49% voor Spanje. Schoten op doel 35 voor Nederland, 35 voor Spanje. Pases 86 van Nederland, daarvan kwam 77% aan. 86 gedeeld door 100 is 0,86 keer 77 is 66. 74 pases werden afgeleverd door Spanje, gedeeld door 100, 0,74 keer 77%. Dat betekent dat 56 passes zijn aangekomen. We gaan naar de tweede helft. Corners trouwens 0 voor Nederland, 0 voor Spanje. Hier is René van Wijk. Ja, het is de tweede helft. 2-2. De ruststand. Spanje mag aanvallen via de aftrap. Nu weer Nederland. Slechte bal. Nu komt toevallig weer goed aan. En nu weer de kans voor Nederland. Oh, daar staat niemand. Dat is dan weer jammer. Maar Spanje raakt de bal snel kwijt. Kijken we wat de mogelijkheden zijn. Nu dan. Nee, wordt slecht afgeleverd. Dit is heel slecht. En nu weer balverlies van Spanje. Nederland moet daar wat mee doen. Misschien nu. Nee, ja, het gaat weer niet in. Nu wel. 3-2. Voor de tweede keer dat Nederland vol komt te staan. 3-2. Nederland opnieuw. Nu proberen aan te vallen. Proberen iets te forceren. En nu de kans. Nu. Oh, bijna 4-2. Weer Nederland. Weer de kans nu. Nee, weer niet. Nederland weet wat het is om eventjes op kop te staan in de competitie. En nu weer een kans. Slecht verdedigd. En de keeper uiteindelijk. Het blijft 3-2. Rustig blijven. Is het devies. En nu weer een kans. En tweede instantie weer niet. Nederland wordt beter. Spanje nu. Aanval van Spanje op de paal. Ja. Het geluk zit ook al af en toe mee. En nu. Nu dan. Weer een kans. En een goal. 3-3. Ja. Ze komen toch weer terug tot 3-3. Weer opnieuw beginnen. Weer een kans. Oh. Nu weer de Spanjaarden. Uitkijken geblazen. Het staat nog steeds 3-3. Nu weer Nederland. Heel goed. En de kans nu. Nee. Weer niet raak. En de Spanjaarden. Oh, de ruimte zeg. En de keeper let heel goed op. Nederland bouwt aan. Bouwt op, bedoel ik. Nu dan. Weer Nederland. Oh, ze krijgt de bal moeilijk weg. Uiteindelijk zijn de Spanjaarden het weer. Nu weer Nederland. Wat zijn de kansen? Die zijn er nu niet. Want de Spanjaarden hebben de bal weer. Het is goal. 3-4. En nu staat Spanje weer voor. Ruim een half uur nog. Nu weer Nederland. Goed schot. Zo. Verliezen van Spanje is op zich geen schande. Oh, de goal. 3-5. Voor de Spanjaarden. Snoeihard schot. Onhoudbaar. Verliezen van de Spanjaarden is geen schande op zich. Nu dan de kans. En 4-5.
Normaal gesproken hoort Spanje aan de kop te staan ongeveer. Dat staan ze nu niet. En nu weer een kans. Het blijft 3-5. Ja. En nu weer Spanje. Nu weer Spanje. En de corner? Nee, net niet. Wordt voorkomen. En nu weer Nederland. Kijken wat Nederland kan. Nu weer Nederland een goede kans. Dat had toch gewoon 4-5 moeten wezen. Twee kapitale fouten. Achterin. En weer. Oh, bijna was het daar de zesde. Gaat Nederland het hier weggeven. Slechte bal. Slechte bal hoor. En nu weer de Spanjaarden. Nu weer de Spanjaarden. Oeh. De bal komt goed aan. Nu weer Nederland. Nederland probeert het weer. Het schot nu van Nederland. De handen van de keeper. Slecht uitverdedigd hoor. Maar het komt maar net goed aan. En nu weer de Spanjaarden. Nu weer de Spanjaarden aan de goal. Ja hoor. Een soort karambol. 3-6. 23 minuten nog te voetballen. Het wordt wel heel erg lastig nu. Tenzij nu opnieuw gescoord wordt. En een afstandsschot wat een metertje of twee overgaat. De Spanjaarden. Komen ze dan toch terug. In de strijd om de titel. Oh, de strijd om de rare bal is dat. Loopt goed af. Om de strijd om de titel. Want het zit heel dicht bij elkaar. En nu weer de Spanjaarden. En weer de paal. Had het bijna 3-7 geweest. En nu weer Nederland. Druk. Druk van Nederland nu. Komt er weer niet aan. En nu weer de Spanjaarden. Ze gaan weer ten aanval. Ze gaan weer ten aanval. Ze gaan weer ten aanval. En een goal. 3-7. Het lijkt wel alsof Nederland het laat zitten. 3-7. Dit is heel pijnlijk. Weer Nederland. En weer een goede kans in de maak. Weer niet. En nu het goede kans van Nederland om te scoren. En de bal op de kruising. Minder dan 20 minuten nog. En de kans nu. Snoeihard erin geschoten, maar uiteindelijk gered op de lijn. En de Spanjaarden weer. De Spanjaarden weer een goede kans hoor. Slechte bal. Nu weer een aanval van Nederland. Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de kansen? Het schot nu geblokt. Nederland is moe gestreden. Heeft veel gegeven in de eerste helft. Moet daarvoor de tol betalen. Zo lijkt het. Anders loopt de score nooit zo snel hoog op. Weer een kans voor Spanje. Hier Nederland. Slechte bal. Nu dan weer de Spanjaarden. Weer de Spanjaarden. En een goal. 3-8. Het is gebeurd. Het is echt gebeurd. 3-8. Nu weer een kans voor Nederland. Schot! En de bal op de paal. Ook dat nog. Ja, die had gewoon in de drie gemoeten. Ja, en nu weer de Spanjaarden. Daar gaan ze weer. Slecht hoor. Maar ze leveren ook weer de bal in. En nu weer Nederland. Nu weer Nederland. Nu weer Nederland. Oh, slecht. Nu weer de Spanjaarden. Snel overgenomen. Oh, weer een bal op de paal. Nederland opnieuw. Goeie bal. Goeie bal van Nederland. Tweede instantie. Nee. Dan moet het te lang gewacht worden. Minder dan 10 minuten nog. En nu weer de Spanjaarden. Weer de Spanjaarden. En de bal gaat net naast. Blijft 3-8. Nederland speelde een goede eerste helft. En een slechte tweede helft. En nu weer een kans. Op bijna 3-9. 5 minuten nog te gaan. Weer Nederland. Probeert nog wel iets te maken, maar het lukt niet meer. En nu weer een kans voor de Spanjaarden. Aanval van Nederland. Snel overgenomen. Dit had veel sneller gemoeten. En veel vaker. Die combinaties. Die komen dus niet aan. En nu weer een goede kans. Weer geblokt. Weer Nederland. Probeert nog de schade wat te beperken. En een goed schot nu.
Helaas blijft het daarbij. Weer Nederland. Slechte bal nu weer. Slechte bal voor Spanje, maar die kunnen zich permitteren. Nu weer een kans. En er wordt weer geblokt. Het is hotse knotse begonia voetbal. En nu weer de Spanjaarden. Uitkijken geblazen en corner. 90ste minuut is al bijna voorbij. En dan is er nog voor 2 minuten blessuretijd. En weer een kans en een goal. 3-9. 3-9. 1,5 minuut nog. Slechte bal. Nu weer de Spanjaarden. Ja hoor, daar gaan ze weer. Oh. Dat is bijna de 10e. Dat gebeurt toch niet, hè? Is dit seizoen nog niet gebeurd, gelukkig. 3-9 verliest Nederland hier van Spanje. Kansloze tweede helft. Goals. Nederland 3, Spanje 9. Balbezit 53% voor Nederland, 47% voor Spanje. Schoten op doel 59% voor Nederland, 66% voor Spanje. Pases 214 voor Nederland. Daarvan kwam 76% aan. 214 gedeeld door 100 is 2,14 keer 76 is 162 pases. 144 pases werden afgeleverd door Spanje. Gedeeld door 100 is 1,44. 81% daarvan kwam aan. Dus keer 81% is 116 pases die aankwamen. Corners 0 of 1 voor Nederland en 1 voor Spanje. Wat voor gevolgen heeft dit voor de stand? Nederland staat nog steeds derde. 50 punten uit 32 duels. Brazilië staat op kop, 53 gaat 32. Dan tweede Italië, 53 gaat 32. Derde dus Nederland, 50 gaat 32. Vierde België, 49 uit 32. Vijfde Chili, 47 uit 32. Zesde Engeland, 47 uit 32. Zevende Colombia, 46 uit 32. 8e Duitsland, 46 uit 32. 9e Kroatië, 44 uit 32. En Spanje staat 10e met 44 uit 32. 11e Uruguay, 43 uit 32. 12e Griekenland, 42 uit 32. 13e Frankrijk, 41 uit 32. 14e Zwitserland, 41 uit 32. 15e de Verenigde Staten, 37 uit 32. 16e Argentinië, 32 uit 32. 17e Japan, 32 uit 32. 18e Australië, 30 uit 32. 19e Portugal, 30 uit 32. 20e Zweden, 28 uit 32. 21e Oostenrijk, 22 uit 32. En Rusland sluit de rij met 19 uit 32. De volgende opponent, dus doorgaans ook een stugge tegenstander, de Zweden dus, die derde van onderen staan. Wedstrijd ronde 33 dus. Bedankt voor het luisteren, graag tot dan. Ja, daar zijn we weer. Met wedstrijd ronde 33. Nederland tegen Zweden. Nederland staat derde. De 50 uit 32. 3 punten achter op Brazilië en Italië. Die 1 en 2 staan. 53 punten. En Zweden staat onderin op de 20ste plaats. 28 punten uit 32 wedstrijden. En die moeten nog knokken voor de lijfsbehoud. Verslag is handen van René van Wijk. Daar gaan we nu even naar luisteren. Nederland trapt af voor de eerste helft. Eerste aanvalsopbouw van Nederland. Is een goede bal nu in alle ruimte. En het eerste schot. Zweden nu. De eerste kans voor de Zweden nu wellicht. En dat was een hele goede redding. En nu weer Nederland. Goed overgenomen. En een goede bal nu. En dit was weer een kans op 1-0. Nee, slecht uitverdedigd. Nu dan. En op de paal. Weer slecht uitverdedigd. Dat wordt door Nederland niet goed afgestraft. Slechte bal nu. Oh, dat loopt goed af. Bijna een kans voor de Zweden. 5 minuten gevoetbald. Riskante paas, dat loopt ook niet goed af. En nu weer een kans en een ruimte.
Keeper is des duivels. En nu weer een kans voor de Zweden. Weer een kans. Weer verdedigd. En nu weer Nederland. Komt er niet uit nu. Zweden zijn fel. Zweden zijn heel fel. En de keeper. Die even de rust bewaart. Slechte bal van Nederland. Slecht gepaast. Nu weer een kans. Oh, schot. Ja, probeer het maar. Lukt niet. 8e minuut. Zweden met een slechte bal. Slecht hoor, slecht hoor. En dit was een goede kans op 1-0. Hotse Knotse Begonia voetbal. Zweden nemen over nu. En een schot. Even de rust. Veel te kort, maar lukt nog net. En een schot voor Nederland. Zweden opnieuw. Zweden opnieuw. En de bal net naast. Ja. Zweden hebben net zoveel kansen als Nederland. Na dik 11 minuten. Slechte bal. Nu weer overgenomen. Goed overgenomen. En de schot van Nederland. Ja. Uitverdediger van de Zweden. En het schot nu. Het blijft. Oh, slecht. Het blijft 0-0. Weer Nederland. Weer Nederland in de problemen. En de bal op de paal. Dat was een hele goede kans voor Zweden. En nu weer Nederland. Nu weer Nederland. En het schot van Nederland. Oh, in tweede instantie ook niet. Slechte bal van Zweden. En nu weer een kans voor Nederland. Nu weer een kans voor Nederland. En dat was bijna 1-0. Nederland heeft het over. Slechte bal van de Zweden. Slechte bal van de Zweden. Nu weer Nederland. Oh, net naast. Zit in de 17e minuut. Zweden verdedigt uit. Weer Nederland. Wat overneemt. Oh, weer de Zweden. Weer de Zweden. Weer de Zweden. Weer de Zweden. En nu weer Zweden. Weer Zweden. Weer Zweden. Weer een kans. Weer uitverdedigd en slecht uitverdedigd. En de keeper heeft de bal. Ja, ze weten toch dat Nederland een kwetsbare verdediging heeft. En daar is een weer een kans. En de bal op de paal. Uitkijken, weer slecht hoor. Weer slecht, weer Nederland nu. Goed overgenomen, goed overgenomen. En nu de kans, nu de kans. En weer niet. En weer niet. Ook niet in tweede instantie. Ja, en nu weer de kans voor Nederland. Schot! Draait! Net langs de paal. 24e minuut. Nu weer een kans. Oh, ja. Wordt weer uitverdedigd. Weer een goede kans. Nee, weer niet. En daar zijn de Zweden opnieuw. Ze zijn wel fel hoor. Ze zijn heel fel. En Nederland. Even die rust. Slechte bal. Slechte bal. Slechte bal. Maar ook slecht uitgespeeld door de Zweden. Nu weer Nederland. Goeie bal. Goed overgenomen en een goede kans. Want die was bijna 1-0 voor de zoveelste keer. Dat ik het zeg. En weer een kans. Nee. Geblokt. En Nederland verliest de bal weer, maar herovert hem weer. Herovert hem weer. Nu weer een kans. Slechte bal. Nu weer een schot, omdat het slecht uitverdedigd wordt door de Zweden. Blijft 0-0. Het blijft 0-0. En nu weer Nederland. Nu weer Nederland. Nu weer een schot van Nederland tegen de paal. De doelpunten. Ja, goal. Ik wou zeggen, de doelpunten zijn schaars. Maar dat is een goal. 1-0 voor Nederland. Nu moet het Zweden komen. Verdedigen. Slecht hoor. Het loopt goed af. Minder dan een kwartier. Voor de rust. Nu weer de Zweden. Weer Nederland. Wat uitverdedigd. Wat slecht uitverdedigd. Nu weer de Zweden. Ja.
Nederland neemt over. Nu weer de Zweden. Nu weer de Zweden. De druk neemt toe op de paal. En heel cool uitverdedigd. Heel cool. En nu weer de Zweden. Zweden proberen de druk op te voeren. En weer een kans. Weer ertussen. En weer ertussen. En weer slecht. En het goal. 1-1. Ja. Zweden komen op gelijke hoogte. Dat is volkomen terecht. Ze hebben ook de meeste mogelijkheden. Nederland opnieuw. Het schot nu. Afstandsschot. Ja. Slecht uitverdedigd. En dit is de kans. Nee, weer niet. Weer een andere kans. Weer niet op de paal. Slecht uitverdedigd van... Nee, van Zweden bedoel ik. Weer. Weer slecht uitverdedigd. En weer niet. Hoe is dit mogelijk? Zweden. Nu dan. Goeie bal. Oh, slecht schot. Nu weer Nederland. Nu weer Nederland. En een goal. 2-1. Tegen de Spanjaarden kwamen ook 2-1 en 3-2 voor. Ja, en nu weer een kans. Nu weer een kans. En een corner. 39e minuut. Corner Nederland. Goeie bal. En hij, dat is een mooie corner, maar slecht ingeschoten. Nu weer Nederland met de kans. Oh, wat gaat daar slecht mee? Wat gaat men daar slecht mee om? Met het slechte uitverdedigen van die Zweden. Nu weer Nederland. Slecht hoor. Slecht uitverdedigd. En een afstandsschot. Zweden probeert of hierop te bouwen. Maar nu weer een kans voor Nederland. Nu weer een kans voor Nederland. Weer niet. En hij gaat er weer niet in. Ongelooflijk. Zweden opnieuw met een aanval van de Zweden. Aanval van de Zweden. En een goal. 2-2. Op een moment dat je denkt dat Nederland doorzet naar 3-1, wordt het 2-2. Ja. 2,5 minuten officieel nog. Voor de eerste helft. Nu weer een kans voor Nederland. Weer een kans voor Nederland. En weer niet. En nu weer de Zweden. Nu weer de Zweden. Nederland neemt over. Slechte bal. En nu weer de Zweden hoor. De druk neemt toe. De druk neemt toe op de paal. Weer een kans. En nu weer de Zweden. Nu weer de Zweden. De aanval wordt eruit gehaald. 1 minuut blessuretijd. Dat is niet veel. Er is ook veel, niet veel gebeurd. En nu weer een kans voor Nederland. En de bal op de paal. En het is afgelopen. Voor wat betreft de eerste helft. 2-2. Goals. Nederland 2. Zweden 2. Balbezit 51% voor Nederland. 49% voor Zweden. Schoten op het doel 39 van Nederland en 32 voor Zweden. Pases 89 voor Nederland. Gedeeld door 100. 89 gedeeld door 100 is 0,89. Keer 67% van de pases die aankwamen is 59 pases. Dan 78 pases werden er afgeleverd door Zweden. Gedeeld door 100 is 0,78. Keer 74 is 57 pases die aankwamen bij de Zweden. We gaan naar de corners kijken. 1 voor Nederland, 0 voor... even kijken. 0 voor Zweden. Dus ja, ik kwam met een appje binnen. Ik even zo lezen. Zweden trapt af voor de tweede helft. 2-2. Nederland neemt over. Goeie bal. Nu weer een aanval van Nederland. Nu weer een aanval van Nederland. Goeie paas hoor. Een schot nu. Gestuurd door de Zweedse keeper. Weer een kans. Weer niet raak. Hoe is het mogelijk? Weer een kans voor Nederland. Nederland neemt over. Aanval van Nederland. Heel goed gedaan. Een schot. Oh, jammer. Geblokt. Dit keer. Nu weer Nederland. Nu weer het schot. Weer niet. Zweden blijven stug op de 2-2 staan. En een goal. Ja hoor, het staat 2-3 zelfs voor Zweden. 2-3. Hoe is het mogelijk?
Nederland moet voor het eerst een achterstand goed maken. En wat een kans. Weer slecht uitgespeeld. Weer een kans en een goal. 3-3. Weer een goede kans nu. Slechte bal. Weer daar de Zweden. En nu weer Nederland. Nu weer Nederland. Goed overgenomen. En een corner. Corner Nederland. Het is de 52e minuut. Slechte bal. En slecht ingeschoten. Dit is toch een kans om weer te raken. Het staat 3-3. Slechte bal. Oh, dit loopt ook weer slecht af. Goed overgenomen, dat dan weer wel. Maar het vervolg is dan weer wat een stuk minder. En de keeper. Nu weer Nederland. Zweden zitten er bovenop. Nederland is kwetsbaar op dit moment. Nu weer een kans voor Nederland. En een schot. Zweden nemen weer over. Zweden neemt weer over. Dit was bijna. Gewoon 4-3. En nu weer Nederland. Slechte bal weer. En Nederland neemt nu wel weer over. Met moeite. Maar ook weer de bal inleverend. Nu weer de Zweden. Oh, de goal. 3-4. Zweden staan weer voor. Nederland opnieuw. Nu weer ten aanval trekkend. En het schot van Nederland. Weer de Zweden. Snel overnomen. Maar het is ook weer snel ingeleverd. Nu weer de Zweden. Nu weer de kans. Met moeite. Slecht hoor. En dan wordt het weer overgenomen. Balbezit is niet best. Zweden opnieuw. Nu weer Nederland. En daar is de ruimte. Nu is de ruimte daar. En de goal. 4-4. Nederland komt weer op gelijke hoogte. 4-4. Nu weer Nederland. Goeie bal. Snel aanval. Schot. Geblokt. En nu weer een kans. Op die ruimte is er. Weer een kans voor de Zweden. Oeh, dat was bijna 4-5. 65e minuut. Oh, weer te kort. Jongens, en nu? Heel leep doorgespeeld. Een schot nu. Weer Nederland. Slechte bal. En weer de Zweden. Nu weer is daar Nederland. Kans nu. Weer een kans. En allemaal geblokt. Nederland opnieuw. Slechte bal. Nu weer de Zweden. En de keeper. Nog ruim 22 minuten. En nu weer Nederland. Rustig doortikkend. Goeie bal nu. Een kans. Nee, er durft niemand te schieten. En nu wel tegen de paal. En de tweede instantie op de lijn gered. Weer een kans. Weer een goede kans. En weer geen voorsprong. 4-4 staat er nog. En nu weer Nederland. Heel snel doorgespeeld. Nederland wordt wat gevaarlijker. En nu weer de Zweden. Opgepast. En nu weer de Zweden. Oh, wat een slechte uitverdedigende staat. 4-5. Op het moment dat Nederland doordrukt, staan de Zweden nu voor. Dit loopt door. En nu weer een kans. Slechte bal. Ook de Zweden speelden het helemaal niet goed. Maar die zijn wel effectief in de aanval. Dit was weer een goede kans voor de Zweden. Slechte bal hoor. Oh, aanval eruit gehaald. En nu weer Nederland.
Echt veel momenten, echt veel tijd hebben we niet. Nu weer een kans, nu weer een kans, nu weer een kans. En dat was bijna 5-5. Minder dan een kwartier nog. 4-5. En nu. Oh. Ja, als je kampioen wil worden, dan moet je dit soort wedstrijden winnen. En nu weer een kans, nu weer een kans. En dat was maar net naast. Wat zijn de mogelijkheden nog de komende ruim 12,5 minuten? Slecht uitverdedigen. En dan wordt het weer niet afgemaakt. Slecht uitverdedigen van de Zweden. En nu de Zweden opnieuw. Oh. En nu weer Nederland. Kijken wat de mogelijkheden zijn. Die zijn er niet. Zweden neemt het over. Nu weer Nederland. En de slechte paas. Ja, daar zitten we er weer, de Zweden. Nu weer een kans voor de Zweden. Het zou toch niet waar wezen? Oh, hij gaat erin. Het is 4-6. En nu? Wat kan Nederland nog? Het moet nu Fabank spelen. Fabank. En nu weer een kans. Oh, ertussen gezeten. En nu Nederland opnieuw. Opnieuw Nederland. Opnieuw een kans voor Nederland. Wellicht een goede kans. Nee. Geblokt. En nu, daar zijn de Nederlanders opnieuw. Nu weer drukken. Massaal drukken. En dat is zo erg dat de Zweden de kans krijgen. 7 minuten officieel nog. En Nederland. Lange bal naar voren. Wat zijn de mogelijkheden? Niet veel. Sterker nog, de Zweden nemen weer over. Slechte bal. Uitverdedigd. Ja, en nu weer Zweden. Doorgetikt. Nederland neemt de bal met moeite over. Maar dat niet voor lang. Nu weer de Zweden. Weer zit een Nederlands been ertussen. Maar de Zweden kunnen doorgaan. En de bal op de paal. En weer uitverdedigen. En weer naar voren. Kijken wat gedaan kan worden. Niks. De Zweden hebben het initiatief weer. En weer Nederland. Slechte bal nu. En nu weer Nederland. Neemt het over. En weer een kans. Nee, ze komen er niet tussen. En nu weer een kans. En bijna was het daar 4-7. Zitten 2 minuten officieel. Kijken wat de blessuretijd is. En nu naar voren. Nee, weer niet. Of toch wel. Nee. Uiteindelijk niet. Een schot nu. Geblokt. Een wanhoopschot. Weer een wanhoopschot. Nederland opnieuw. In de aanval. Nu kijken wat de mogelijkheden zijn. Nee, de bal wordt tekort gegeven. Nu weer Nederland. Dat de bal overneemt. Nu weer een kans. Binnendoor. En weer goed toezien door de Zweden. Weer de bal overgenomen. En nu weer kijken wat de kansen zijn. Nu weer kijken. Dit is een goede kans nu. En geen goal. Weer een goal. En weer niet. Nou, het zit ook echt niet mee. Weer een kans. En weer niet. 3 minuten blessuretijd. 2 minuten ervan voorbij. En nu kunnen we constateren dat Nederland deze wedstrijd verliest. Weer een kans voor Nederland. En de bal op de paal. En het eindigt in 4-6. Nederland verliest weer. Nederland 4, Zweden 6. Doelpunten. Balbezit 52% voor Nederland. 48% voor Zweden. Schoten op het doel 66% voor Nederland. 55% voor Zweden. Pases 223% voor Nederland. En 73% kwam daarvan aan. 223 gedeeld door 100 is 2,23 keer 73 is 162. Dan 156 gedeeld door 100. 156 passes afgeleverd door Zweden. Gedeeld door 100 is 1,56 keer 73 is 113. Dan corners 2 voor Nederland en 0 voor Zweden. We gaan kijken wat dat voor gevolgen heeft voor de stand. Nederland staat nog steeds derde. Heeft 50 punten. Maar we gaan kijken naar de nummer 1. Dat is Brazilië. 54 punten uit 33 wedstrijden. Italië heeft 53 uit 33. Nederland staat gelijk in België. België staat op de derde plaats. 50 uit 33. Vierde Nederland. 50 uit 33. Vijfde Duitsland, 49 uit 33. Zesde Chili, 48 uit 33. Zevende Engeland, 48 uit 33.
9e Colombia, 47-33. 10e Uruguay, 46-33. Precies. 8e Colombia, 9e Uruguay, 46-33. 10e Kroatië, 45-33. 11e Spanje, 45-33. 12e Frankrijk, 44-33. 13e Griekenland, 42-33. 14e Zwitserland, 42-33. Dan 15e staat de Verenigde Staten met 40-33. 16e Argentinië, 33-33. 17e Japan, 33-33. 18e Portugal, 31-33. 19e Zweden, 31-33. 20e Australië, 30-33. Oostenrijk staat 21ste met 22-33. Rusland sluit de rijen met 20-33. Wedstrijd ronde 34, daarin treft Nederland Zwitserland, de nummer 13 van dit moment. Deel nummer 13 en 14. Dus. In ieder geval bedankt voor het luisteren, graag tot dan. Ja, dat waren ze dan, de twee voetbalwedstrijden. Nederland tegen Spanje en Nederland tegen Zweden, helaas verloren. Maar goed, we hopen op betere tijden. We gaan even kijken naar de Twitter, Facebook en YouTube statistieken van de vorige uitzending. En dan kijken wij eerst even naar YouTube. De uitzending van 26 maart betreft het hier. Even kijken. Dat is de uitzending. Ja. Ja, wacht even. Hoef niet aan te staan hoor. We hebben 5 weergaven. En in totaal 1 reactie. Heerlijk om weer te horen. Het is en blijft spannend. Hoop doelpunten. Groeten Arno Vermeulen. Oftewel Herbert Schagen. Leuk om te horen inderdaad. Ja. Nou, dan gaan we even kijken naar de YouTube. Naar de Twitter statistieken. Twitter. Eerst eens Facebook bekijken. Nou, dat is wel makkelijker. Dan gaan we even kijken naar mijn Facebook account. Dan zien wij 26 maart. Niemand die het geliked heeft. Zoals we het al bekeken hebben. Een jaar geleden is het. Ja. Fijn af. Maar goed, dat kan gebeuren. Twitter statistieken. Dan moet ik even kijken naar mijn profiel. Het tapje media. Moet ik dan aanklikken. Ik weet nog wel heel precies hoe het werkt. Even kijken hoor. Ik moet even scrollen. Oei. Het gaat snel. Inderdaad. De RVW Radio Show van 26 maart heb ik ook op Twitter gepubliceerd. Twitter activiteit was namelijk 25 weergaven. Het aantal keren dat mensen de tweet gezien hebben. En er is interacties, detailweergaven, nieuwe volgers, profielbezoeken. Kliks op link 00000. Ja. Nou, dat houdt... Dat was het dan dat houdt in de dus dat niemand via Twitter gekeken heeft. Maar goed, dat maakt verder niet uit. In ieder geval was dit het einde van deze radio-uitzending van de RVW Radio Show. En ik zou zeggen bye bye, zwaai zwaai, bovenal sweet dreams, laters en tjus.